Ben je wakker, maatje, of niet dan? Bij de 100 likes gaan we iemand, en dan moet je even commenten waarom je mee wil, om mee te nemen. Ja, zorg ik dat die auto helemaal schoon is. Yo, what's up party people van het goede leven. Leuk dat jullie kijken naar weer een goed nieuwe vlog. En deze vlog begin ik met het luchtbed opvouwen van Ruben, want die lag nog in mijn auto. Maar dat had ik er gewoon los ingeflikkerd. En dat moet even netjes in een tassie. Maar ik zie Ruben zo meteen. Dus ik denk, dat ga ik nu gelijk even fixen. Dit is weer typisch zo'n gevalletje van proppen en hopen dat het past. Tenminste, wel opvouwen. Maar dan gepropt opvouwen, is dat een ding? Geen idee. Ik weet ook niet hoe het in die tas zat. Maar het gaat erom dat het heel huids weer terugkomt. Bij de voormalige eigenaar Ruben Keil. Deze bovenop. Ah, dat gaat wel lukken. Easy. Toch? Ik weet het niet. 1, 2. Hoppa. Nou. Keurig in de tassie. Nou jongens, ik ben in de goede stemming. Ik heb alweer heel wat dingetjes gedaan. Zoals jullie weten hoe mijn dagelijks leven eruit ziet, beginnen mijn ochtenden in het meervoud. Natuurlijk met werkdingetjes, editdingetjes, dat soort gedoe. En dat heb ik ook weer gedaan. Ik heb maar liefst 2 vlogs geëdit, mijn mail gecheckt en nu deze tas opgeruimd. Zoals jullie in de vlog van gisteren zagen, ben ik redelijk op tijd naar bed gegaan. Tenminste, 7:15 s'avonds. Noem ik redelijk op tijd. En ik heb ervan genoten. Ik werd vroeg wakker. Ik ben om 6:00 op wakker. Doe even normaal. Maar toen had ik echt heel erg dorst. Dus toen heb ik even 2 glazen water naar binnen gehad. Alsof biertjes waren. En toen heb ik nog 2 uurtjes geslapen. En ben ik er om 8:00 uitgekomen om productief de dag te beginnen. Er moeten namelijk heel veel dingen gebeuren vandaag. Ik heb zometeen met Ruben een afspraakje staan in Wormerveer. Dat is ongeveer een 30 minuten, 3 kwartier rijden vanaf hier. Omtrent het project om de Audi R8 en nog een auto van dezelfde klant, zeg maar. Daar ga ik nog niet te veel over vertellen, want het wordt super dik. Het lijkt me echt heel erg leuk om daar jullie mee te nemen. Maar goed, daarvoor moeten we even dingen op papier zetten. Die afspraak hebben we zo meteen staan. En voordat we daarheen gaan, moeten Ruben en ik allebei nog wat ophalen bij BS om dat mee te nemen naar die afspraak toe. Dus het is een beetje chaotisch, maar wel lekker. Het is een typische maandag, maar gewoon... Ja, ik heb het al vaker tegen jullie gezegd, maar het voelt zo goed om gewoon je dingen op een dag op orde te hebben. In tegenstelling tot een dag eigenlijk niets op de planning hebben staan. Dat heb je ook wel eens, je hebt ook wel eens een dagje niks. Maar dit is veel lekkerder, ik teken niet voor. Dit doet een mens toch goed, jongens. Ik blijf het zeggen. Maar de afgelopen weken is het zulk lekker weer. En ik hou er niet over op. Sorry als ik in herhaling val. Maar mijn god, als jij in de auto zit en een zonnebril nodig hebt om... normaal functionerend naar voren te kunnen kijken, dan weet je dat het lekker weer is. Echt ongelooflijk, hé. Het blijft de komende tijd ook wel lekker redelijk weer. Ik heb ook al gehoord dat dit de zonnigste maart ooit gemeten is. Dat is toch bizar. En sowieso, nou, jullie weten dat ik natuurlijk in de zomer af en toe bezig ben met stormchase en dat soort dingen. En ik sprak Joep gisteren bij de voetbal. En die zei ook, het is ook een van de meest... hij zei, het is nog nooit gebeurd dat het 3 maanden zo stabiel is geweest wat betreft weer. Dat, ja, ik weet niet, dat kan me super erg interesseren. Ik vind dat echt heel erg lijp. En ik geniet er ook van het heerlijke weer. Lekker warm. Mijn auto is natuurlijk zwart, dus een zwarte auto wordt heel erg snel warm door de zon. Dus ook toen ik instapte dacht ik, wow, het is gewoon warm in mijn auto. En de laatste keer dat ik dat heb gevoeld is een hele tijd geleden. Maar goed jongens, ik ben lekker onderweg naar Ruben. Daar haal ik hem op. En dan is het tijd voor wat... Nou, ik wil niet meer zeggen zakelijke dingetjes. Want zakelijke dingen, dat klinkt echt alsof ik een oliesjeik ben. Maar wat... werkafspraakjes. Tenminste, we moeten even naar BS wat ophalen en daarna weer een werkafspraakje. Ja. Hey, goeiedag. Ik verkoop aan de deur. Kan ik u wellicht interesseren in een hele fijne hete massage? Nee, je mag alleen schone auto's voor de deur wegwezen. Hey, maatje. Nou, welkom in de taxi. Dank u. Ik zal de meter even aanzetten. Jawor. Zou ik het moeten doen? Nou, dan kan je huilen, denk ik. Waarom? Goh, dan niet? Nou, die van, ja, nee, ja, dat is waar. Voor degene die meedeed kan huilen. Want dat ding van jou, dat suikt toch, joh? Ja. Het lijkt op zijn baas hier. Hè? Huh? Lijkt op zijn baas hier. Ja. Overdrijven is ook een vak, zeggen ze dan. Zit je nou mijn dak te slopen? You win your week, Ben! Jongens, we zitten in de wagen. We hebben even snel die spulletjes opgehaald bij BS. Ik kon binnen niet filmen, want het projectje stond daar nu echt. Voor de mensen die het ook gezien hebben, weten nu waar ik het over heb. Maar nee, hij stond er echt. Hij stond er echt. Ik was erbij. Ja. Dus ik kon daar binnen verder niet filmen. We zijn er een kwartiertje geweest, zo 20 minuten zoiets. En nu moeten we even een half uurtje rijden naar onze meeting. Ja. Hey. Maar dat is toch lekker, man. Lekker zomers muziekie, lekker zonnebrilletje op in de auto.
Het is 17 graden, 16,5 graad. 17. Heb je dat over? Ja, hij sprak net naar 16,5 toen ik 17 zei, maar goed. Heb je, mogen we vertellen waarover deze meeting gaat? Ja. Ik heb verteld dat het te maken heeft met hetzelfde als bij de Audi R8. Nog niet over de volgende projecten, wat die inhouden. Nee. Maar wel dat het daarmee te maken heeft. Ja. Vet. Heel gaaf. En daarna moeten we even nog maar even wat doen. Want voor de mensen uit onze regio, Paasfeest komt er natuurlijk aan. Ja. Maar dan moet je wel kaartjes voor hebben. Ja. Dus die gaan we zo meteen ook even halen. Ja. En we komen aan 4:02. Hey, zijn we van onze tijd of zijn we van onze tijd? Nou, hoe vaak ben ik te laat? Nou, wij zijn eigenlijk nooit te laat. Ik denk echt dat het een beetje hier uit de regio is. Van, dat je gewoon bent van het op tijd komen of laten weten. Maar 2 weken terug zijn we dus een afspraakje bij BS vergeten. Nou, daar hebben we echt... Een week slecht geslapen. Ja, we hebben ons daar zo schuldig over gevoeld. Dat is heel gek. Maar gewoon, als je iets afspreekt... Dan ben je er. Of verzet het even van, joh, laat op zijn minst weten, ik ben wat later. Maar kom anders gewoon op tijd. Ja. Weet je, 1 of 2 minuutjes later, prima. Maar als je al een kwartier te laat bent, vind ik het al irritant. Ja. Ook bij mezelf. Ik kan gewoon niet te laat komen. Dan voel ik me gewoon... Ja, weet ik niet. Vind ik gewoon stom. Vind ik stom. Behalve bij mij. Maar dan? Tussen 2:30 en 3:30. 2:30 begon niet pas met rijden, man. 2:30 reden we weg bij jou. Nee. Jawel. Wanneer? Net. Maar niet met dat Klaas kwam schieten. Oh, van de week? Ja. Eergisteren. Nou, oké. Okay. Nou, dan was ik 1 keertje te laat. Maar dat kwam door Klaas. Want Klaas was aan het boepen. Klaas, als je dit kijkt... Fuck jou. Dat is jouw schuld. We hebben het allemaal gered op tijd. Ja, mochten jullie de vlog nog niet gezien hebben, dat is de vlog van... Eergisteren, ja. Waarom ben ik weer beter dan jij? Ja, ik moest even nadenken welke dag dit online komt, maar inderdaad eergisteren voor jullie. Ja, dit bedoel ik nou, hier krijg ik nou een hoge bloeddruk van. We zijn er bijna, ga toch die pauperbrug open. Dit kost ons gewoon weer een paar minuten. Jij hebt geen extra tijd ingecalculeerd. Nee. Je moet een kwartiertje extra rekenen. Nou, een kwartiertje is nu weinig overleefd. Nee, hoezo? Het is geen spitsuur, niks. Een kwartier is wel overdreven, lijkt mij. Nee. Nou. Dan anders ben je 10 minuten te vroeg. Hey, deze bus draagt radioactief transport. Wat dan? Oh. 538 wordt erin gemaakt. 538? Radioactief. Wow. Jezus Christus. Ben je wakker, maatje, of niet dan? Maar dat is gewoon een kutgrap. Ja, dat was het wel. Ja, nee, ik kan hier gewoon niet tegen. Je hebt in principe wel gelijk. Je moet alles van tevoren eigenlijk... 5 of 10 minuutjes eerder weggaan als dat de bedoeling is, zodat je altijd op tijd bent. Je kan beter te vroeg dan te laat zijn. Maar zoals dit ook, dat we weggingen. We zouden precies, exactemento, op 4 uur aankomen. En nu is het 4:06. Er is nog 5 minuten rijden. Dan heb je dan beter nog op tijd. Ja, maar voordat die brug weer dicht is. Ja. Ik kan daar niet tegen. Prinses Amalia brug. Nou, Amalia, als je dit kijkt, zorg even dat die brug niet meer open gaat als ik in de buurt ben. Hier, ik loop even te kutten met het raam en Ruben zegt, doe je vinger ertussen, want dat kan gewoon. Wacht, wil jij dat even vast? Ik wil het wel voordoen. Ja, maar jij doet het met je arm. Ik hou het met mijn vingers. Wacht, nu moet ik het ook doen. Nou, het doet niet eens pijn, joh. Nee, dat zeg ik niet. Hé, we kunnen weer. Oh, nu komen we alsnog precies... Oh, nee, zie! Hé, maar dat zei ik toch, dat het kan. Ja, je hebt wel gelijk. Maar ik zei, straks heeft dat ding storing of zo. Dat is toch eng? Hier. Je kan echt gewoon makkelijk. Ja, dat. Nee, 1 vinger kan ook wel, hoor. Maar dat is niet heel erg. Dat is niet zo fijn. Maar kijk, de brug is open. 4:01. Ja, ik zou het. 4:02. Ik zou het goed maken met Luc nu. Ja, dit wordt een kratje bier. We zijn te laat. Dat is toch ruk? Nee. Fuck it. Nou, je kan wel merken dat we bij Vamaro zijn. Het hele steeg staat vol met dikke wagens. RS5, SQ7 zag ik, RS6 zie ik staan. RS7 stond nog nieuw. RS7 ook nog. Vamaro. Ja. Nou jongens, we gaan nu even de spulletjes brengen. Dan gaan we de meeting in. Geen idee hoe lang het duurt, maar dat zien we wel. Kom maar goed. Wat moet ik? Mag ik die aanpakken? Ja. Ja, dan zitten we weer in de wagen. Het zonnetje begint laag te staan. We hebben onze bespreking gehad. Ja. Het ging wel goed. We hadden wel even een zitje van... iets langer, een kwartiertje. We hebben even een paar dingetjes opgeschreven, even een plannetje gemaakt. En ja, dit is wel. Ik ben wel dankbaar voor dit project hoor. Dat is wel echt heel erg kansgevend, ook voor ons beiden. Yep. Wat er aan gaat komen. Het wordt gewoon voor ons beiden een next level stappie. Ook kwalitatief. Mm-hmm. Wat we precies mogen gaan filmen. En ja, jullie gaan het allemaal zien in de vlogs. Maar het wordt echt.
ik denk wel dat ik dit mijn grootste klus, of onze grootste klus tot nu toe kan noemen. Ja. Het is gewoon, we kunnen hier heel veel van leren, heel veel kan het opleveren. En dan bedoel ik niet geld, maar gewoon qua portfolio en... Van allebei de kanten gewoon investering. Ja, ja, voor hun, zowel voor hun als voor ons, dus dat is echt top. Gewoon even een paar dingen op papier gezet, even dat we gezorgd hadden dat we wel met bepaalde aspecten op één lijn liggen. Ook, dan wel ook financieel gezien. Dus ja, ik ben benieuwd. Kunnen we lekker gaan uitwerken. Het gaat wel nog even duren voordat het hele boeltje gaat rollen zoals we het willen. We gaan nog heel veel tussendoor komen. Ja. Al zijn de voorbereidingen en dat soort dingen. Maar ja, is wel tof. Een goede voorbereiding? Telt voor twee. Nee. Drie. Is het halve werk? Nou. Wat? Wat zei ik dan? Telt voor twee? Ja. Je gaat een beetje... Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zo ja. Is dat. Ja, ik zit om elkaar te halen, weet je wel. Dan zit ik weer even in de haten, denk ik in mijn hoofd en dan raak ik weer in de war. Zou je merken dat we vervelend zijn, of niet? Nee, joh. Oh. Hé, joh, godverdij, wie zit er nou te doelderen? Zullen we even varen? Ja, is goed. Nee. Vijf. Hij doet het gewoon. Hij is gek. Hij is helemaal gek. Oh, joh. Maar, hij is wel een beetje fris. Ik zag hem. Hey. Ja, maar we moesten net even serieus zijn. Ja, nou serieus, we zijn wel gewoon goed met die gasten, maar dan ja, maar niet... heb je even een serieus gesprek en dan zit je daarna in die auto, dan moet je gewoon helemaal wild en ja, enthousiast over het project. Wat het is, kijk, bij BS zijn we soms ook wel serieus, maar daar kan je gewoon echt gek doen. Daar boeit het echt geen reet. Dan kan je de hoek schijten en het boeit je niet. Nee. En als ik hier, als ik bij die gasten nou nu vertel wat ik afgelopen weekend heb gedaan, dan zeg je, oké, die moet straks voor mij een video maken. Ja. En bij BS maakt dat geen zak uit, want ze zijn echt vrienden. Willen jullie nou ook weten wat Ruben afgelopen weekend heeft gedaan? Bij de 100 likes gaat hij dat vertellen in de vlog. Nee, niet in de vlog. Nee? Oh. In maar misschien. Podcast. Maar misschien bij de 100 likes. Pas de dag dat jij 100 likes haalt, verkoop ik mijn auto. Verkoop je bij 100 likes je auto? Ja, maar dan moet je wel een goed bod. Ja? Ja. Oké. Okay, nou, geen likes kopen. Jongens, nee. Bij 100 likes verkoopt Ruben zijn auto. Je weet dat ik dit overal ga neerzetten, hè? Ja hoor. Ja? Ja, maar ik wil er niet vanaf, maar het is wel verstandig. Ja, het is verstandig. Ja. Maar mensen vinden jouw auto leuk in de vlogs, dus ik denk niet dat mensen gaan liken. Maar mocht je nou dat... Nou, je mag ook een tikkie in de beschrijving zetten dat ze gewoon geld doneren. Voor mijn auto kan ik tekenen. Bij de 100 likes gaan we iemand kiezen die... Mee mag. Meegaat in jouw auto. Ja, dat is wel leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Bij de 100 likes gaan we iemand, en dan moet je even commenten waarom je mee wil, ja. Iemand uit de comments pakken om mee te nemen. Ja, zorg ik dat die auto helemaal schoon is. Ja, dat is wel leuk. Fotootje maken even. En dan, doen we mijn auto ook gewoon mee, gewoon even zo even een dagje rijden. Gewoon even een dagje rijden. Best. Bij de 100 likes en dan moet je even reageren. Ben ja. Benieuwd. En waarom hè? Of je wil het iemand weggeven, dat is ook leuk. Kan ook. Nou wil ik niet zeggen dat wij Ferraris rijden of zo. Nee, maar ik vind het ook gewoon wel leuk om zeg maar, mensen te leren kennen die mijn vlog kijken. Ja. Dat is wel leuk. Kijk, af en toe... Alex, jij mag niet meedoen. Nee, Alex. Mijn vader ook niet, mijn moeder ook niet, want jullie zijn valspelers. Nee. Oké, daar staat hij. Gepoetst. Ja, dus we hem hebben. De blauwe BMW van Ruben. Ja. Ik hoop dat er ooit een BMW komt. Ja, ben jij zo'n BMW-rijdertje? Nee, dat niet per se, maar ik wil gewoon het wel een keer ervaard hebben. Ervaren, ja. God, nou Ruben, jij bent weer thuis. Ik ga eruit trappen. Oh, dan haal je nog even mijn vader nemen. Oh, hup, alarm ligt aan. Klepje open. Want jouw rotzo ligt nog achterin. Kunnen jullie vangen? Komt-ie. 1, 2. 2,5. 3. Nou, dat viel tegen. Nou, laat maar weer. Ik had weer een leuk bruggetje bedacht of zo. Of bruggetje, niet eens. Maar gewoon een soort van overgang naar dit moment toe. Want we zijn wat verder in de tijd. Maar dat ding doet. Dus, dames en heren, jongens en meiden, daar ga ik maar lekker bij zitten. Ik ben lekker teruggekomen van de gym. Wat jullie misschien wel kunnen raden aan mijn outfit. En ik wil er nog even wat met jullie delen. Want, zoals jullie weten, tenminste sommigen van jullie, ik denk niet dat iedereen dat weet, maar de klant waar we vandaag zijn geweest, ja, ik heb letterlijk verteld in deze vlog, dus jullie weten het sowieso wel. Als je oplet tenminste, wel opletten, hè, want anders, dan zwaait er wat.
Ja. Nee, maar zonder gekheid, jongens. Jullie hebben een hele tijd geleden kunnen zien dat wij natuurlijk die videoclus voor de Audi R8 hebben gehad. En ik heb het even gecheckt met Luc. Als jullie denken, wie is Luc? Dat is een van de personen om wie het gaat omtrent deze klus. Ik heb even gecheckt en ik mag die video met jullie delen. Moet ik wel een side note geven dat die video eigenlijk een soort van testprojectje was. Het was niet helemaal de uitkomst die we wilden hebben. We zijn eigenlijk te laat met elkaar in contact gekomen, waardoor er al... of tenminste, waardoor het project met je Audi R8 al gaande was. Maar hier even een stukje van de video. Of nee, ik gooi me gewoon helemaal in. Hier de video die we gemaakt hebben van de Audi R8. Dat we eigenlijk een deel missen is omdat het, nou ja, de bedoeling is dat er bepaalde auto's van A tot Z worden aangepakt en dat het ook gefilmd wordt. Nou ja, deze Audi is op het moment van dit opnemen ook nog steeds niet klaar. Er gaat nog veel meer aan gebeuren waar ik niks over ga zeggen. Eén, ik wil jullie teasen en twee, volgens mij mag ik het ook niet eens zeggen. Dus, nou, die combi komt wel goed uit. Maar goed, we hebben zeg maar het begin en het einde hebben we nog niet gefilmd. Het begin kunnen we niet meer filmen, want dat is natuurlijk die uitlaat geweest. Toen waren we nog niet in contact met deze klant, dus is dat niet vastgelegd. Het middenproces, dus zeg maar de tuning en die uitlaat, wat er nu op zit, dat hebben we nu gefilmd. In een soort van sfeerachtige video. En er gaat nog wat aan gebeuren. En dat ga ik dus niet zeggen, maar dat willen we ook weer filmen. Dat gaat ook gebeuren met andere automobielen. En welke dat zijn, ga ik ook niet zeggen. Leuk, hè? Houden jullie van mij? Laat het even weten in de comments. Nee, maar het is echt heel erg tof. Dit is voor Ruben en mij ook echt een project wat echt next level gaat gewoon. Die Audi R8 gaan we dan nog afmaken. Maar de andere projecten, dat gaat echt met een trap omhoog qua niveau. Tenminste, als alles goed gaat, we moeten natuurlijk heel veel regelen. Ik heb jullie een tijdje geleden verteld dat ik natuurlijk de komende tijd sowieso heel veel videoclussen heb. Dus dat ik dat allemaal een beetje zo moet gaan inplannen dat het met vloggen ook kan. Want ja, jullie weten dat ik vind wat gaat met vloggen. Maar het werk geeft voor mij nog steeds voorrang omdat ik daar het meeste mee verdien. En dat is voor mij financieel gezien, ik krijg dat voorrang. Dus ik ga sowieso 101% aan mijn projecten werken. En daarnaast ga ik dan mijn vlog fixen. Geen zorgen, ik ga mijn best doen. Ik heb het natuurlijk van de week al aan jullie beloofd. Maar dat gaat heel erg leuk worden. Want op die draaidagen kan ik jullie bijvoorbeeld wel meenemen. Dat is echt heel erg tof. En voor de rest, ja, het was misschien een zakelijke dag. Om het zo maar even te noemen. Of tenminste, zakelijk vind ik altijd zo oliecheckachtig. Een werkdag, oké. Behind the scenes van timofilms.nl dag. Yeah. Voor de rest ben ik nu lekker thuis. Het is, ik heb net mijn laptopje ook weer dichtgeklapt. Ik heb daarvoor even gesport. Ik ga nu even lekker mijn kwarkje opeten en daarna mijn bedje. Dus ik wil deze vlog voor jullie afsluiten. Morgen wordt een hele leuke dag. Want morgen ben ik jarig. Tenminste, voor jullie was dat gisteren. Ja, als je deze vlog kijkt op de dag van online komen, was ik gisteren jarig. 22 maart. Dan word ik 21. En dan gaan we iets gezelligs doen. Het is niet iets groots, maar gewoon iets kleins. Gewoon even leuk voor mijn verjaardag. Dus mocht je daarbij willen zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En een duimpje omhoog te klikken als je deze video leuk vond. Ik ga hem lekker afsluiten, jongens. Dus dan kan ik er maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.